Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Let's Play. Ik ben Jessie en wij gaan hele bazaar leeg kopen. Ik heb de afgelopen woensdag natuurlijk al wat paarden gekocht, 10 stuks namelijk al. Alleen, ik heb weer, dit is Double Star Coins. En Double Star Coins betekent dat ik weer dingen ga doen die ik eigenlijk niet moet doen. En dat zijn paarden kopen. Ja, want dit is misschien een beetje raar. Dit zijn allemaal app paarden. En deze paarden heb ik dus allemaal nog niet. En die gaan ook niet goedkoper worden dan dit. Dus daarom koop ik ze nu. En ja, ik heb gewoon wat meer trainpaarden nodig. Dus vandaar dat ik nu ervoor kies om dit te doen. Mensen verklaren mij voor gek, maar het moet. Het moet gewoon. Dus ik kies gewoon random namen. Het maakt me niet heel veel uit qua namen. Ik wil gewoon al die app-paarden in minstens hebben. En dan ga ik even kijken hoeveel starcoins ik overhoud. En dan gaan we dus los. Oké, dat zijn er alvast 3. Dus dat betekent dat ik al 13 paarden heb gekocht. Volgens mij zijn dit dan alle app-paarden. Hadden we nog een Noord-Zweed en een Lusitano. Noord-Zweed heb ik natuurlijk al gekocht. Lusitano dus ook, want deze had ik al. En die heb ik dus vorige keer gekocht. Dan hebben wij de Welsjes en de Shires. Nou, die staan hier. Die kunnen we al gewoon afgaan. Want ik heb van de Welsjes heb ik er een aantal niet. En ik weet nog niet of ik het allemaal ga kopen. Waarschijnlijk ga ik er wel een aantal bij kopen. Maar van de Tinker heb ik bijvoorbeeld deze nog niet. Nu wel. Ik wist eigenlijk niet dat ik deze had. Misschien heb ik op een andere account heb ik hem wel. En heb ik deze 2 niet. Deze wil ik sowieso echt heel graag. Solo Sol, dat klinkt wel cool. Gewoon even leuke aparte namen. Dat vind ik altijd wel leuk. En dan hebben wij nog deze bruine. Die hebben we ook nog niet. Ik vond Fox, Frenzy Fresh, Fox, Gazer. Geen idee. Ik vind het een vos. En ik wil niet per ongeluk op meteen rijden klikken, want dat is niet de bedoeling. Oké, we hebben 8000 Star Coins over. Dat is wel wat. Van deze missen wij volgens mij alleen nog die. Ja, missen wij er nog 2. Lady Away. Geweldig. Oké, dan hebben we alle Shires en alle Tinkers. Quest. Quest is cool. Naar de stal. Oké, we hebben 7000 Star Coins. Ik wil niet onder de 5000 komen. Even kijken, want we hebben nog 1, 2, 3. 3, 4 welsjes te gaan. Oh shit. Dat is 1600 Star Coins. Dat zou in theorie kunnen. Hoe noemde ik deze ook weer? Small. Small Frost. Small Fox. Kan dat? Small Gate. Prima. Ik koop er in ieder geval 2. Kijken wat mijn Starcoins count is. En dan kijken we nog eventjes. Want ze zijn de helft van de prijs. Dus dat is best wel veel. Kijk, een small. Small dark. Prima. Stonker paard. Even kijken. Dan zit ik op 6000. Ik heb echt. Oh, dat is echt vreselijk. Small. Ik wil ze allemaal. Small silver. Perfect.
Ik heb echt straks een heleboel welsjes om te trainen. Maar een heleboel. Nou, ik heb ze wel allemaal. Moest ik er dan nog maar 3? Oké, dan hebben we alles van de bazaar. Alles. Wat? Oh my god. Oké, de welsjes hebben we allemaal. Alle Shire Strakenner heb ik al. Want die heb ik als een van de eerste rassen voltooid. En deze 3 hebben we dus nu gekocht. Dus dat betekent dat wij officieel alle paarden van de bazaar hebben gekocht. Toch nog even nachecken. Ik ben ook eigenlijk nu al kwijt hoeveel het er zijn. Dat is misschien wel heftig. We gaan naar mijn stal en even tellen hoe wat de schade is. En de reden dat ik dit doe is omdat ik geen trainpaarden meer heb. En ik, jullie weten hoe erg ik ben met trainen. Dus ik heb gewoon weer iets nodig om te doen in het spel. Dus ja, wat doe je dan al je starkmoes uitgegeven? Kijk, we hebben er 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11 paarden bijgekocht. Dus we hebben 21 paarden gekocht. Dat is best wel veel. Dit is het rijtje van mijn paarden. Daar gaan we natuurlijk deze paarden bij zetten. Want dat is wel de bedoeling. Oké, deze mag hier gewoon bij. Dan is dit een paard die alleen niet klopt in het rijtje. Dan ga ik denk ik aan de overkant er even een nieuw rijtje maken met de paarden die ik net heb gekocht. Hey, Inzi staat er nog. Dus dat betekent dat ik Inzi op het landje kan doen. Hij is een beetje smeetje. Ha, allemaal knopjes. Oké, een beetje scheef. Klein beetje. Oké. Andalusier. Ik vind het wel een cool beest. Jammer dat het een beetje zo'n oude is. Maar deze komen dus van de app af. En dat vind ik dus bijzonder. Dat die in één keer in de game zijn. Want ik heb een aantal app paarden die ik graag wilde. En dat is vooral die Noord-Zweden. Die staat ook in mijn app. Want ik was er van, als ik ooit Starcross over heb, dan koop ik hem. En toen kwam hij in één keer in de sale. En ik klaag niet. Maar het is wel bijzonder. Of zo. Ja, ik weet niet hoeveel ik ervan moet vinden. Even kijken. Hier moet nog een plekje tussen. Want hier staat nog een tinker. Deze. Dat is ook een tinker. Hij moet nog een plekje opzij. Maar dat komt goed. Ah, oké. Okay. Ze staan best wel kleur. Ik heb alleen nog een Shire en die is dus bruin. Dus eigenlijk... Ga ik die aan het uiteinde zetten? Eigenlijk moet ik die aan het uiteinde zetten. De Lady Away. Lady Away. Als ik die aan de buitenkant zet, dan is het zo semi op kleur. En ik moet nog die stal in kunnen voor als er ooit een quest is dat ik die stal in moet. Dus op zich is het wel chill om erin te kunnen. Kijk, ik heb nu weer het ritueel dat ik al mijn paarden verzorg. Want dan zijn ze in ieder geval level 2 en dan kunnen ze snel zijn galop. En ja, dat gaat wat sneller. Dus daar ben ik wel blij mee dat dat een ding is op Star Stable. Alleen, daar ben ik wel echt heel lang weer mee bezig. Want ik heb nu 21 nieuwe trainpaarden. Dus ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Ik denk niet lang, want mij kennende heb ik per dag wel een paard uitgetraind. Ik ben nu al bezig met deze. En die is al level 11. En ik sta lekker heel veel ook AFK. Dus deze is waarschijnlijk vandaag al uitgetraind. En ja, ik vind het wel echt leuk. Ik moet even een nieuw voer gaan halen. Want deze paarden die vreten 20 hooi per dag. Want als ik 21 paarden heb, moet je 10. Dus ik moet echt even al mijn geld gaan uitgeven eigenlijk aan hooi. Maar ik ben ook aan het sparen voor setjes. Dus het is eventjes niet anders. Dus, nee, niet deze. Of XP of eten. Nee, het is of XP of setjes. Wat zeg ik allemaal? Weet je het toch niet? Oh, jongens. Oh my god, is dat weer vol. Het zat er helemaal vol. En ik heb nog niet eens alles. Wat erg eigenlijk. Oh my god. Oh. Maar ik ben er wel echt heel blij mee dat ik gewoon weer wat te doen heb. En dat ik gewoon weer wat paarden van de bazaar heb. En de bazaar is echt top. Ik hoop
als jullie ook iets leuks hebben gekocht, laat me weten in de comments. Als jullie iets leuks hebben gekocht of laat me weten wat jij wil kopen op de bazaar. Ook als je deze video leuk vond, niet te liken en te abonneren hieronder. Ik vond het in ieder geval leuk. Ik heb weer wat te doen. En laat even, ook even jouw favoriete paard achter wat ik nu heb gekocht in deze week. Take care en houdoe!